Hey, leuk dat je deze video kijkt. Dit is een samenvatting van hoe wij onze recente single Little Bit Lonely hebben opgenomen. Hoe dat proces is gegaan. Je ziet hier ons eerste de zolder opname klaarmaken. Er stond een hele hoop spul. En we hadden gelukkig goede hulp van pap gekregen. Nou, dit is dan de zolder in process. Sander en Juri hard aan het werk. En Juri natuurlijk een paar Budelse goudgele rakkers uit de koelkast gevist. Zijn favoriete biertje. Kijk, onze borst is ook bij. Dan Juri die nog een selfie maakt vanuit de spiegel. En hier zie je al de microfoons zetten. Een aantal lekkere mics. Een bij elkaar geraapt zooitje. Maar daardoor is de sound ook extra ons. Juri heel blij met zijn Speak Baby Crush merk. En hier zie je de opname setup van de gitaren. Sander approves. Sander heeft trouwens alles opgenomen. Hij was eigenlijk onze producer voor deze songs. Dus shout-out aan Sander. Hartstikke bedankt dat je deze taak op je hebt genomen. Toen stond alles en was de volgende dag. Nou, begin van een goede dag is natuurlijk een goed ontbijt. En dat hebben we hier zeker gehad. Juri nog even wat laatste mailtjes wegwerken. Oude beuna's dat het is. Met een paar dansjes tussendoor. En hier zie je wat voor lekkers we allemaal konden kiezen. Lekker vers fruit, alles zit erbij. Hier ben ik aan het praten over mijn Bacardi mok. Vond Juri heel interessant. En natuurlijk, toontjesbrood mag niet ontbreken. Bakkerij Theo, shout-out naar jullie. Iedereen is fan van dat brood. Nou, en dan natuurlijk een beetje koffie naar boven brengen. Gaat dat goed? Ja, het gaat goed. Juri is al de song goed aan het doornemen. Ziet er strak uit. En het klinkt ook strak, dus. En hier nog een slow motion opname van de kick. En Kees die zijn ding doet. Nou, daar gingen we beginnen om de juiste teken op te zetten. Je ziet, het was steeds gekker hoe we aan het opnemen zijn. En de dansjes worden ook steeds explicieter. Nou, Juri die zijn dansjes oefent. En toen was het tijd om al boodschappen te gaan doen. Want de teken stond erop en dan begint het leuke werk. Namelijk laagjes maken. Een paar goede kratten pils die we hebben gehaald in het dorp. En toen was het tijd om aan de slag te gaan. Een soort van tweedehands speelpianetje wat ik nog op mijn kamer had staan is gebruikt. En natuurlijk Kees en zijn Moog. Sander vindt het helemaal dope. En ik ben benieuwd of je die sounds hoort op de plaat. Je kunt ze horen. En hier gingen we met z'n allen natuurlijk claps opnemen. Ik was een beetje verneukt met mijn snaps tussendoor. En hier gingen we de outro opnemen waarin je ons heel blij hoort springen en zingen en doen en gek doen. Nou, toen was het eigenlijk alweer tijd om naar huis te gaan. Kees en Juri weer richting Rotterdam. Lekker cruisen. En dat was hem. Oh ja, en ik had nog een stare-down met een kat. Terwijl ik in het water mijn koudwaterding aan het oefenen zat. Ciao.